Ik heb veel vragen, ik heb veel twijfels. En toch kan ik hem niet missen. Toch is heel mijn dag, heel mijn leven eigenlijk doordrongen van hem. Voor mij omschrijven wie of wat God is, dat is steeds moeilijker geworden. Ik had vroeger natuurlijk concrete beelden. Daar ben je als kind mee opgevoed, hè. Dat is het beeld van God wat je als kind meekrijgt. Ja, daar doe je een tijd mee. Maar later ook door studie en ik denk ook door de ontwikkelingen van deze tijd is dat dus allemaal verdwenen. Is dat ook voor mij allemaal onbelangrijk? Ik heb er ook niet zoveel behoefte aan om me voor te stellen wie God is. Er zijn zoveel verschillende beelden voor God, ja, die iets aangeven van wie God voor jou zou kunnen zijn. Maar een echt vast beeld heb ik niet. Mijn godsbeeld verandert steeds meer. Bijna elke dag. Maar er is vooral nabijheid. En als mensen kunnen we God eigenlijk niet definiëren. God is zo volkomen anders. Je kunt je wel een beeld van Gods kun je maken, maar dat is toch eerst plaats een beperkt beeld en in de tweede plaats meestal een tijdelijk beeld. Want je leeft verder en je doet weer andere ervaringen op. Maar ik denk wel dat God een milde God is. Zeker geen oordelende God. En de mensen lief heeft. Daar geloof ik in. Ik denk dat mijn beeld van God een bijzonder menselijk beeld is. We kunnen niet anders over God spreken dan met de woorden en de begrippen die wij als mensen hebben. En hij heeft het ons eigenlijk gemakkelijk gemaakt om over hem te spreken. Want ik kan me niet anders voorstellen dan een God die we herkennen in Jezus Christus. Die is mens geworden. En dichter bij de mensen kon hij niet komen dan door zelf mens te worden. Als kind geloofde ik dat God ergens hoog in de hemel was. Er was iemand buiten mij, verheven, ontzagwekkend, ook vreesaanjagend, want we werden met het vingertje ook wel opgevoed. Let op, want als je je best niet doet, zal je gestraft worden, kan je naar de hel gaan. Ik heb het lang meegedragen. Er was ook vanuit mijn ouders ook het beeld of de ervaring aanwezig dat God ook wel goedmoedig was. Maar dat kwam niet via God, het godsbeeld, maar dat kwam via Maria. Maria was de moeder Gods. Maria was de aanwezigheid. Maria was niet de harde kant van God, maar de zachte kant. En dan zie ik een God die mensen heel nabij wil zijn. Die tussen de mensen staat. En vooral ook die het opneemt voor degene die naar menselijke normen niet meetellen. Precies aan die kant gaat God staan. Met zijn barmhartigheid, met zijn nabijheid. God geeft zelf vertrouwen aan die mensen precies. Waardoor dat mensen weer in zichzelf durven geloven en opnieuw toekomst zien, want hij is naar hen toegekomen. Dat ik probeer naar het voorbeeld van Christus om in alle mensen het goede te zien. En ik heb ook heel veel houvast aan moeder Maria. Hoe die dienstbaar was en dienend. Don Bosco had een enorme verering, noemt men dat. Voor Maria, hulp der christenen. Maria, de onbevlekte ontvangenis. Maria, de moeder Gods. Voor mij is dat eigenlijk iets heel concreet. Religie, geloven, is leven in de aanwezigheid van moeder. Voor mij is God moeder. God is geen wet. God is geen almachtige kracht.
God is moeder. God is de moeder die een kind omhelst zonder het te verpletteren. Meer en meer is het de barmhartige God die mij aanspreekt. De God die altijd opnieuw kansen geeft aan iedereen. En voor wie ik ook mijn fouten mag maken. De barmhartige God vind ik de God die het meest tevreden geeft. Die eigenlijk een stukje bijdraagt om gelukkig te zijn. Als je weet dat je gewoon jezelf mag zijn met al je fouten en dat je daarmee niet afgeschreven wordt, dat je nieuwe kansen krijgt. En ik denk ook wel dat gelukkig zijn als voorwaarde stelt dat je kan bijdragen tot het geluk van andere mensen. De kernboodschap van Jezus is omzien naar elkaar. Iedereen hoort erbij. Dat is één. En punt twee... Wij, en dat is Don Bosco is er ook heel sterk in, wij zijn schepselen van God. We zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. En dat is nogal wat. Ik heb zelf het gevoel dat hij bij me is en dat hij met alle mensen... Ik zeg ook, God is ook in het kleinste plantje, dat is hem even lief. Dat heeft hij ook geschapen. Hè? Waarom zou je daar niet bij zijn? Dus dat heeft ook te samen te maken met hoe je schepping ziet. Hè? Schepping is niet een keer af. Schepping, God is voortdurend aan het scheppen. Hij schept de wereld voortdurend. De wereld wordt scheppend in stand gehouden, volgens mij. En daar is die in. Daar is die in aanwezig. De Heilige Geest is God in de mens die de mens bezielt met liefde. Wij zijn allemaal geraakt, bezield, omgeven door liefde. En de liefde in ons, die ons beweegt en op het spoor van de ander brengt, dat is God. Ik heb ooit zo een periode gehad dat ik een beetje jaloers was op de mystici. Die zo'n heel intense ontmoeting met God hadden. En op heel veel momenten voel je dat niet echt. Of je vraagt je af van, waar ben ik mee bezig? Tot ik op een bepaald ogenblik dacht, maar ik hoef hem toch niet ver te zoeken. Ik denk dat God in de mens leeft en gewoon in de stilte. Laat maar gebeuren. Ik ben daar. En op een of andere manier zijn wij samen. Het is meer ook het gevoel me over te geven, me toe te vertrouwen. Aan iets of iemand zeggen we dan. Hè? Maar iets of iemand is dan toch vaak heel klein. Terwijl ik denk dat het iets veel omvattender is. Daar leef ik dan mee in. Daar leef ik mee omgeven. Ja, God is er bij me. Hij kan dat. Hij heeft mij geschapen. En hij kan bij me zijn. En ik moet niet verwachten dat hij dus wonderen voor me doet. En ik denk ook dat God de andere kant van het verhaal ziet van ons. Wij mensen hebben het verhaal van wat er gebeurt en hoe vaak het moeilijk gaat enzovoort. Ik denk dat God de andere kant van het verhaal ziet. Waar het een hele andere betekenis krijgt. Geloven is voor mij het anker waar je het werk voor doet. Als je niet zou geloven in iets goddelijks, iets bovenwezenlijks, bovennatuurlijks, dan zou ik het niet volhouden. Het is ook een kracht, maar niet in de betekenis van iets wat alle problemen oplost. Zo is het voor mij niet. Hè. Maar het is wel een kracht die met je meegaat, die je hebt, waardoor je naar de mensen kijkt, waardoor dat je toch altijd weer het lot van de mensen ter harte neemt. In die zin is het een kracht, maar niet zo een kracht die alle problemen oplost en waar ik mij altijd toe kan wenden. En dan is de pijn weg en dan is het verdriet weg. God neemt het verdriet niet weg. God neemt de pijn niet weg. Hij is als iemand die naast u staat, als je pijn hebt. De Bosco heeft geleefd vanuit een groot vertrouwen in God. En dat is altijd mijn voorbeeld gebleven. Wat geloven voor mij is, ja, dat is inderdaad vertrouwen. Vertrouwen hebben in dit leven. Ja? Dus dat niet meteen ongerust zijn.
niet meteen in paniek raken. Dat is ook waarom ik mij dus inzet voor mensen, met mensen omga. Ja, ik vraag me dus ook wel eens af van, kan ik dat allemaal wel? Hè? Is het allemaal wel goed? Ja, en ik kan niet wat anderen doen. Hè? Ik heb die talenten niet. Ja, dus ja. Maar ik heb dus daar in de loop van de jaren in mijn leven ook geleerd van, ja, wie weet wat voor bijdrage het je kunt leveren. Voor mij zit dat dus ook vervat in die twee zinnen. Ik doe mijn best en God doet de rest. Want geloven is vertrouwen. Dat is je toevertrouwen. Mijn gebed is mijn relatie met God. Zoals ik met mensen een relatie heb, zo ook een relatie met God. Dus wij hebben iedere morgen doen wij een half uurtje meditatie. We hebben onze Eucharistieviering en we hebben ons avondgebed. Dat zijn de drie vaste punten. Dus Salesianen hebben geen contemplatief leven, bewust niet, maar ze hebben wel een uitdrukkelijk gebedsleven. Ik bid nog een wees gegroet. Soms zegt men, ja, ik bid niet altijd een paternoster of zo, een hele rozenhoedje. Maar ik bid nog wel veel weesgegroetjes. En toch voel ik dat. Ja, wat zeg ik dan? Ja, ik ben bezig. Ik stel me dan ergens in Gods tegenwoordigheid. Ik ben met God bezig of met Maria bezig. Zonder dat ik nu zeg, ja, wat ik nu bid, is dat nu zinvol of niet zinvol? Elke dag vieren wij de Eucharistie. Breken we het brood en delen we het samen. Ik vind dat een heel sprekend moment. Want als er één moment is waar we Christus heel intiem ontmoeten, dan is het toch wel in de Eucharistieviering, die we niet alleen vieren, maar altijd in een gemeenschap van mensen die samen diezelfde bezieling dragen. Wat vieren is, ik beleef het altijd als vooral ergens nadrukkelijk aandacht aan besteden. Dus uitdrukkelijk stilstaan bij de tijd, bij wat gebeurt, wat er in je eigen leven gebeurt. Dat kunnen mooie momenten zijn, dat kunnen minder mooie momenten zijn. Daar kun je allebei dat woord vieren bij gebruiken. En door dat jaar in jaar uit te beleven, en soms met moeite en soms met heel veel vreugde, wordt dat iets wat je meer en meer eigen wordt. Dat vraagt tijd in het gebed, in de meditatie, in het samen Eucharistie vieren, in de stilte. Luisteren naar wat wordt nu door God van mij gevraagd. Waar wil Hij mij naartoe brengen? Hoe draag ik zijn aanwezigheid in mij mee als ik bij de mensen ben? Maar wat wij als visie altijd meegekregen hebben vanuit de Bosco is het soort werkgebed. Dat is geloven dat wat wij doen, dat dat ook een vorm van bidden is. Je leeft met God en God ontwikkelt zich met jou mee. Dat is misschien wel de ruimte die God jou biedt. De geloofsweg van een mens, van mij, gaat dezelfde weg, denk ik, als de weg van liefde en relaties gaan. Dat zit er ook vol, schakeringen, dat evolueert ook. Dat gaat van heftig naar rustig. Dat gaat van het moet naar het mag. Maar tegelijkertijd is geloven ook iets wat vorm moet krijgen. Wat onderhouden moet worden, net zoals liefde. Als je er niets van maakt, dan gaat ze dood. Groeien in geloof is iets wat naar jou toe komt. Je krijgt het. Je vindt het niet zelf uit. En je hebt een heel leven nodig om daarin te groeien. En dat wordt een stuk van jezelf als je daar tijd voor maakt. Dat komt niet zomaar op je vallen en je hebt het. Maar dat is een proces dat heel veel geduld vraagt. En dagelijkse aandacht. Het gaat dus over de geloofsbeleving
van onze religieuzen en ook van de andere mensen, iedereen eigenlijk. En dat is, je moet naar de diepte gaan. Als je oppervlakkig bent, van vandaag dit en morgen dat, en ik hoef niet te bidden, want dat is ouderwets, en dat hoeft niet. Nee, maar je gelooft in iets. En dan moet je even graven naar, waar kan ik het vinden? We zijn zoekende mensen. En het is belangrijk dat we precies dat zoeken, dat onderweg zijn, dat luisteren, dat we dat tijd geven. En dan denk ik dat een overtuiging op een bepaald ogenblik wel sterker aanwezig kan zijn. Meer iets van mezelf geworden is. In feite denk ik dat de humuslaag van geloven er altijd is. En dat wij vanuit onze opvoeding, vanuit ons gedachtegoed dat we meegekregen hebben, vanuit onze ervaringen, dat wij zeggen, wij geloven dat dat wel degelijk God is, die door de mensen en door de omstandigheden ons aanspreekt, ons uitdaagt, een appel doet op ons. En dat wij vrij zijn om dat binnen te gaan. Maar het is en blijft heel moeilijk, vind ik, om het gelovige, zoals wij het hebben ingeademd van jongs af aan, om dat door te geven. Want daar staan de jeugd en de mensen ook veel minder voor open nu. Maar ik denk allemaal, blijven beleven, blijven doen. En we zullen wel zien hoe dat de toekomst is. Die toekomst is niet in onze handen, maar we mogen ze wel mee helpen bouwen. Hè. Wie daarbij zou kunnen helpen, hè? Dus om dat gelovige aspect en momenten van rust en bezinning, om daar iets voor te creëren. Ja, ik denk eigenlijk dat alle volgelingen van Don Bosco daar in thuis zouden moeten raken. En dat iedereen dat zou kunnen. En je zult af en toe verbaasd staan wat ook niet-Salesianen, maar wel volgelingen van Don Bosco, mensen dus die niet een opleiding gehad hebben, maar die wel iets daarvan geproefd hebben, waartoe die allemaal in staat zijn. Het geloven bij Don Bosco, dat is dus een zeer wezenlijk element. Dat heeft te maken natuurlijk al met je eigen geloof, dat je er zelf in gelooft. Maar ik denk ook dat het erin meespeelt dat je wat aan die jonge mensen van tegenwoordig door wil geven. Dat daar dus ook het geloven een heel wezenlijk element is. En ik versta dat wel heel breed. Ik versta dat niet alleen maar in de zin van dat je specifiek in God moet geloven en dat je dus lid van een kerk moet zijn of van een kerkgenootschap moet zijn. Ik denk dat je geloven doorgeven, dat het ook te maken heeft met geloven in het leven. Dus ook in de zin van het leven, dat je dus de zin van het leven, dat aspect, dat kan niet missen in het werk van Don Bosco. Als je jongeren wilt begeleiden, wilt helpen, dan is dat aspect in ieder geval, dan zeker moet daarbij zijn. Want het is natuurlijk een tijd waarin we het niet allemaal zo goed weten en waar de dingen van vroeger niet meer werken. En we mogen ongebaande wegen gaan en dan moeten we in dialoog de weg proberen te gaan en elkaar inspireren. Je hebt een idee van het leven en dat wil je uitdragen. Niet door te preken, niet door dat, maar door laten zien. Kijk jongens, als we dat zo doen, dan leven we als vrienden en als vriendinnen onder elkaar. En iedereen heeft zijn eigen weg. Maar we moeten wel samen de weg gezellig maken. Dus we moeten er wel iets van maken, samen. Niet ik alleen, niet ik, moi. Nee, samen moeten we er iets van maken. En dat is eigenlijk de opdracht van ieder mens. Gewoon doen en gezellig samen de weg op gaan, dat is Don Bosco. Dat is Don Bosco.